De stichting Uno Pekin hield donderdag de eindpresentatie en diploma-uitreiking van 14 leerlingen van de praktijklessen fietsreparatie. De jongens en meisjes hebben hun diploma's in ontvangst genomen en de leerlingen hebben ook hun kennis gepresenteerd aan de genodigden. Zij lieten onder meer zien hoe zij een band moeten plakken of een stuur goed moeten afstellen. De stichting bestaat sinds 2003 en biedt praktijklessen aan jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking of leerlingen van het speciaal onderwijs. De werkplaats financiert deze activiteiten uit de opbrengsten van verkoop en reparatie van fietsen. Volgens directeur Susanne Dekkers van Uno Pekin hebben de leerlingen ook geleerd over seksualiteit, het omgaan met geld en emoties. Zijn we hiermee bezig. En van welke school zijn deze leerlingen afkomstig? Het zijn leerlingen zoals hier Shaif. Die komen van de VSO Thompsonstraat. Zijn van twee verschillende groepen. De ene groep kwam op woensdag, de andere groep kwam op donderdag. En vandaag zijn ze allemaal hier aanwezig om hun diploma's te ontvangen. Het VSO staat voor voortgezet speciaal onderwijs. Dus dat zijn leerlingen die bijvoorbeeld niet zo goed kunnen lezen, niet zo goed kunnen schrijven. Maar die wel gewoon heel goed praktisch bezig kunnen zijn. En zo verzorgen wij ook onze lessen hier, dat ze zoveel mogelijk lekker met hun handen aan het werk zijn. En door wie worden deze leerlingen naar hier verwezen? Dat gaat dan in samenwerking met de school en het bureau speciaal onderwijs. Aldus directeur Susanne Dekkers van Uno Pekin. De instelling hield donderdag de eindpresentatie en diploma-uitreiking van 14 leerlingen van de praktijklessen fietsreparatie.